prachtige sporen weer. Ik zag al een mooie wolvenprent. Die is achter op het pad. Ik loop hier op het zand en er waren nog ook wat andere mensen ook. Die vonden dus ook al die wolvensporen. Geweldig. En er was daar hele mooie krabsporen. Allemaal pootafdrukken er doorheen. En doorgaans dan betekent dat wel dat er ook geplast is. Zeker als er ook zo'n heuveltje aanwezig is. Maar dat kon ik niet vinden. Het is zo mooi als er dan meerdere wolven lopen. Als ze zo door het terrein heen gaan, dan zie je de een doet dit, de ander doet dat. Daar lopen er twee, daar loopt er dan één. Er is ook één wolf, die had hier een eindje gelopen. Heeft hij een eindje verderop, stond hij stil. Er lag ook nog een oude wolvendrol, dus misschien dat hij daar een beetje aan het ruiken was. En toen besloot hij ook weer terug te lopen hier richting de andere wolven. Het schiet al aardig op richting 9:30 in de ochtend. Dus ik ga nog een klein eindje wandelen. Je weet maar nooit. Misschien vinden we nog meer prachtige sporen of zien we de wolf zelf. Oh, zo gaaf. Oké. Er is dus het een en ander gebeurd, dat begrijp je nu al wel. Die 5 wolvensporen. De richting waar die uitkwamen, dat was voor mij een beetje vreemd. Want ik heb een beetje deze route wel een beetje in de gaten. En ik denk, hé, waar komen die nou vandaan? Dus ik denk, ik ga ze even backtracken, waar ze vandaan kwamen. Dat is altijd überhaupt veilig, hè. Als je tegen de looprichting in een spoor volgt, dan kom je niet bij het dier uit. Dus dan laat je dier op zich met rust. Dus ik ben dat spoor aan het backtracken. En opeens in de verte zie ik 2 wolven lopen. Dus blijkbaar waren ze helemaal... Ja, het was eigenlijk achter mij gelopen met z'n 5 en helemaal rondgelopen of wat dan ook. Ik weet niet precies wat ze gedaan hebben. Maar goed, die 2 wolven liepen dus weg. En ik zag ze met een grote boog rondlopen tussen mij en die wolven. Daar was een wat hoge berg. En ik denk, ik ga die berg op. Je weet me nooit. En in plaats van dat die wolven daar een heel eind verder weg van die berg zouden lopen, liepen ze er eigenlijk vlak onder met z'n tweetjes. Ik lag erboven, lekker rustig. En die 2 wolven konden gewoon rustig hun gang gaan. Oh, briljant. Nu nog genieten van een prachtige zonnige dag. Klik de video nog niet weg, zou ik zeggen. Ja, verder niks meer gezien, maar wel een paar prachtige sporen. Een eindje verderop al een wolf. Ja, die kwam uit het bos en zo rechtstreeks de hei ingegaan. Handig ook zo'n kaartje, hè? Die krijg je bij elke bestelling uit onze webshop. Dus neem maar eens een kijkje.